Yo mens, Jarrask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Supply Drop opening video hier natuurlijk op mijn kanaal Jarrask Gaming. In deze video ga ik natuurlijk mijn laatste Call of Duty punten opmaken, want ik heb er nog 5000 staan. En dan staan ze weer op, dan zijn ze weer weg. En dan, als we het nieuwe wapen niet hebben of de nieuwe wapens niet hebben, zijn we de lul. We gaan natuurlijk ook onze crypto keys opmaken, dus we gaan zoveel mogelijk rare supply drops openen. Dus ik hoop dat jullie zin in hebben. Als je zin hebt, ram natuurlijk zo'n kaartje blijkbaar op. Als wij de 5000 likes kunnen halen voor de 5000 Call of Duty punten, zou ik dat alles vinden. En dan zeg ik, als jullie er klaar voor zijn, ben ik er klaar voor. Dan beginnen we bij supply drop nummer 1. We gaan natuurlijk kijken of we nieuwe titels eruit kunnen krijgen. De nieuwe wapens, de Banshee en de Rift eruit kunnen krijgen. Of wij nieuwe Jesses eruit kunnen krijgen. Of wij nieuwe camos eruit kunnen krijgen. Of wij nieuwe emblems eruit kunnen krijgen. Ga ze maar door. Dus ik ben benieuwd. Alright, de eerste. Ik ben er klaar voor. Hoppatee. Hoppatee. Oké, daar heb ik niks meer aan. Oké, ook het begint echt gewoon rete slecht, maar dat maakt niet uit, joh, dat rete slecht begint. Weet je, wie maakt het nou uit, man? Sunshine Camel voor de XM53. Hoppatee, waarom niet? De XR2 Quickdraw Valkyrie variant. We krijgen natuurlijk ook gewoon CryptoKey bonuses per supply drop die ik open. Waarom krijg ik de Iron Gem? Ik heb de Iron Gem al, dus ik hoef hem niet. Ik wil wapens die ik dubbel heb niet nog een keer hebben namelijk. Dat vind ik niet zo leuk, Call of Duty. Dat vind ik niet zo leuk. Ik zal de volgende doen met mijn ogen dicht. Oh, ik hoorde wat, ik hoorde wat. Ah, kak, helemaal niks. En de Jaguar Camel voor de CUDA, de Ice Camel voor de XM53 en de Dust Camel voor de SVG. We hebben nu al een nieuw wapen gekregen, de Iron Gem. Alleen het punt is, ik had de Iron Gem al. We hebben een nieuwe titel bij de Nightmare Calling Card Collector Set 4 van de 6. We hebben een complete collectible set. Woe, nice. Nieuwe Prophet Head Team, nieuwe Outrider en Shared Head Team. Heb jij een complete set, dan krijg je natuurlijk een bewegende vette titel. Dus weer twee nieuwe pakjes erbij. Counting Stars Emblem er ook bij. En ja, op naar die Banshee. Ik wil echt graag die Banshee hebben, man. Ik wil echt graag die Banshee hebben. Bijna deze collector set binnen. 5 van de 6. Nog één titel erbij en we hebben hem compleet. We hebben hem helemaal compleet. Haptic Camo voor de VMP en de Zeon Camo voor de P06. Die Haptic Camo, by the way, ziet er echt fucking bruut uit. Dat is niet normaal. Die ziet er echt heel vet uit. Ik zweer het, ik was zo hard tonight. Ik krijg weer een nieuw wapen. Nice. De HG40. Seriously nice. Ik heb die ook al. Ik heb elk wapen, behalve de Banshee en de Rift. Of hoe dat ding ook heet, dat pistooltje. Maar dan krijg ik nog een wapen. We krijgen gewoon nog een wapen. Alleen ook al een wapen die ik al heb. Dus nu hebben we nog 2 wapens gekregen, hè. Helaas heb ik die beide al. Dus we hebben wel echt gewoon geluk op dit moment. Alleen eigenlijk ook totaal weer niet, want we hebben deze natuurlijk al. Dus dat is een beetje jammer, maar ja. Kak. Gewoon kak. Nieuwe body team. Nee, die had ik al. Valkyrie battery body team. Ah, shit, man. Geef me dan ook die Banshee. Ik zweer het je. We krijgen allemaal nieuwe wapens die ik al heb. Geef me dan ook alsjeblieft die Banshee vandaag. Alsjeblieft. Ik geloof erin. Holy fucking shit. Die ziet er raar uit. De Ruin Head Team Poseidon. Ik weet niet of we dan een compleet pakje hebben. Dan gaan we aan het einde zien. Maar hij ziet er wel leuk uit. Want die hadden we nog niet. Hij ziet er wel grappig uit. Beetje raar, maar wel grappig. Helemaal niks, Hiro. Helemaal niks. Kom op. Kom op. Kom op. Nop. Dit vind ik niet leuk. Haptic Camo voor de XR1. Die Haptic Camo is heel bruut en ziet er heel vet uit. Maar ja, dan mag het nog wel vet zijn. Ik wil de Banshee hebben, want daar wil ik echt mee spelen namelijk. Die nieuwe shotgun. Ik wil hem gewoon hebben. Zo, deze zijn allemaal punten op. Haptic Camo voor de Black Cell, de Yoast, de Spectre, de Head Team en de Seraph. Good game, chest found gesture. Sweep this, still standing, contrast, oh, dit gaat de slechte kant op. We begonnen zo goed, hè. We begonnen zo goed met 2 nieuwe wapens. Het gaat nu de slechte kant op. Disconnect de poplock. Oeh, de Dragonfly Spectre Head Team, nice. Die valt wel heel veel op in game, maar hij ziet er wel vet uit. Ziet er wel vet uit. We hebben nog 600 Call of Duty punten. Dat houdt er dat we nu nog 400 hebben. Oh, shit. Het houdt in dat we nu nog 2 pakketjes kunnen openen met onze Call of Duty punten. Nog 2. Oh my god, de laatste. Dit is de allerlaatste. Dan zijn al onze Call of Duty punten op. Dan zijn al onze Call of Duty punten weer op. Oké, ik ben genaaid. Violet Revel Camo. Oké, dan hebben we natuurlijk ook nog onze Crypto Keys die we kunnen gaan gebruiken. Ongeveer 10 pakketjes kan ik daarmee openen. Plus we kunnen ze natuurlijk nog eens burnen. Laatste item, die heb ik al. Dat is dat hoofdje. Yep, die heb ik al. De Porsche Outrider Head. Die ziet er heel lelijk uit.
Maar ja, wel swagvol, wel swagvol. Oh, dit gaat de slechte kant op, joh. Dit gaat echt de slechte kant op. Spitfire, Quickdraw variant. Kom op, Call of Duty, kom op. Monochrome camo. Diplo gesture, kom op. Ik wil de Banshee, want alles is, al mijn punten zijn bijna op, hè. Ritual, Argus camo, al mijn punten zijn gewoon bijna op. Headshot gesture. Ijskamer voor de Easter 1. Ik kan nog ongeveer 6 pakketjes openen. En dan kunnen we nog eens burnen. Dus we kunnen er sowieso nog veel meer openen. Maar nog 5 pakketjes. Dan moeten we gaan burnen, want dan is alles op. Alweer de Poseidon Ruin headteam. Die kreeg ik net ook. We hebben er twee keer hetzelfde hoofd headteam gekregen. Achter elkaar. Haptic helemaal voor de XM53. Turtle. Ja, daar heb je helemaal niks aan. Cash money. Dit is een hele slechte supply drop. Ongeveer 3, dan zijn mijn punten weer op. Ah, nee, niet weer het hoofdje. Ah, de Outlaw, die had ik al. De Outlaw had ik al. En deze Rome Calling Card had ik ook al, want ik had die set al compleet namelijk. Ik had die set al compleet. Allemaal dubbele items dit. Allemaal dubbele items. Graphic Reaper Body Team. En een Jayon Camera voor de Locus. En ik kan er geen een meer openen. Ik wil heel veel één keer de Common Supply erop proberen, want ik krijg heel veel tweets dat ze de Banshee uit de Common Supply erop krijgen. Dus nu wil ik het ook één keer proberen. Ik ga het nog een keer proberen. Maar ga nog een keer proberen om uit de Common Supply erop te krijgen. Want ik zie dat heel vaak gebeuren. Dat mensen uit de Common gewoon een Banshee of zo krijgen. Maar wij, oké, wij hebben dat gelukkig niet. Dan kunnen we nog even burnen. Ze hebben dat ding een beetje raar gemaakt hier. Oké. Oké. We hebben 95 duplicates. 8 epics. 10 of 20 legendaries. 31 rares. En 36 commons. Ik verwacht dat we ongeveer... Oh, dat staat er gewoon in beeld. 349. Oh, we krijgen 349 cryptokeys. Het staat gewoon in beeld, zo kom ik nu achter. Ik zit altijd te gokken hoeveel cryptokeys we ongeveer krijgen. Dus ik gok deze keer, jongens, dat we 349 cryptokeys gaan krijgen. 349. Dat zijn weer 10 tot 15 pakketjes die we kunnen openen. 349, denk ik. Maar het is een wilde gok, hoor. Ga ik gelijk krijgen of niet? Ik had het gewoon goed. Drill, nee, het stond in beeld. Het stond in beeld. Ik wist nooit dat het in beeld stond, joh. Dan ben ik weer ergens afgekomen. Weer wat geleerd. Kijk, kom op. Kaaaak! Weer dubbele items, hè. Alweer. Die kan ik zo meteen weer burnen. Doomsday, nice. De Nomad Body Team Doomsday. Dat is een complete set. Ik had het helmpje namelijk in een vorige supply drop opening gekregen. En nu hebben we ook de Body Team erbij. Dus dat is één complete set. Die hebben we ook binnen. Nope. Transgression camera voor de Manowar. Kom op, gun me die Banshee, please. Please. Kak. Gun me de Banshee. Ice camo. Energy camo. Gold Rush MR6 Extended Next variant. We kunnen nog even doorgaan, dat sowieso. Maar we houden het niet heel lang meer vol om ze te openen. Pit crew. Haha, ja, lach me maar uit. Shank, hij lacht me gewoon uit. Zie je dat? Haha, Nomad Boost Gesture. Hij lacht me gewoon uit, joh. En een Jayon camo. Haptic camo, die had ik al net ook al gekregen. Dat zijn weer dubbele items achter elkaar, jongens. Dubbele items achter elkaar. We gaan geen wapen meer krijgen. Firebrand en Jayon Survivor Vesper FMJ variant. Ritual camo. Weer een nieuwe titel erbij. Collectie 4 van de 6. Gun me gewoon nog iets. Spark camo. Storm camo. Alle Chinese camo! Al die scheidcamo's, gun me dat nieuwe wapen. Oei, de Bear Attack! Woe, we hebben een nieuwe decal. De Bear Attack. En gadverdamme, de Tango Outrider headteam. Gadverdamme, die is lelijk. We gaan hem wel aanzetten, dat is gewoon slechtvol namelijk. En weer een nieuw wapen, die had ik al. Oh my god, die had ik al. Oh, waarom staat er niet gewoon de Banshee? Waarom staat er FFAR? Ik wil de Banshee daar hebben staan. Kak, man. Daar moest de Banshee staan. De FFAR heb ik al namelijk. Kut. Oké, dan gaan we weer burnen, jongens. 139 cryptokeys krijgen we ervoor. Ik weet nu dat het in beeld staat, dus ik ga het weer gokken. Ik gok 139 cryptokeys. Het is maar een wilde gok. Boom, 139. Wat een gok is dat toch weer. Oké, we gaan nog meer openen. Ik kan denk ik ongeveer 5 openen. Please, alsjeblieft. Laatste is een headteam. Je hebt de Bomber Battery headteam. Please. Nog ongeveer 4 te gaan. Please, geef me de Banshee. Anders zijn al mijn punten op. Dat is letterlijk alles op.
Er is geen weg meer terug. Sticks and stones. May break my bones. Infrared, hallucination. De laatste is ook weer niks. De laatste is voor de dingo. Ja, de ice camo. Je kan al een beetje zien wat er komt. Dus als je goed oplet, zie je wanneer er een nieuw wapen komt. De laatste is body team. Je hebt de Outlaw Seraph. Hey, een compleet pakje! Ja, ja! Weer een compleet pakje erbij. De Outlaw Seraph body team pak. Oké, nog een keer burnen. Krijgen we nog eens wat cryptokeys erbij. Ik denk ongeveer 30. Oh, 57 op tijd. Dan kunnen we nog 3 openen. Oké, nog 3. Dan is het echt voorbij. Caterpillar. Hallucination. Hallucination 2 keer. Ja, waarom? Als je hem 1 keer geeft, geef je meteen 2 keer. Waarom niet, weet je? KGB. NSJ on camo. Stockville long barrel variant. Don't say I never do you. Kom op, dit is de laatste. Dit is de allerlaatste. Banshee. Nee. Oké, ik ga nog 1 keer burnen. Misschien kunnen we nog eentje openen. We kunnen nog eentje openen. Dat is echt alles op. Dit is mijn laatste kans. Dit is echt de allerlaatste. De allerlaatste. Dan is alles op. Disconnected. Nope, the kitty fucking calling card. Fuck. Oh, wacht, we kunnen nog één. We hebben geluk vandaag. We kunnen nog één openen. Als dit gewoon zo blijft doorgaan. Ah, fuck. Dan vind ik het goed. Wacht, kunnen wij nog burnen? Nee, we gaan niet meer genoeg hebben, denk ik. Hoeveel hebben we? 23, nee, niet meer genoeg. Helaas. Het is over met de pret. Geen Banshee eruit gekregen, terwijl we 20.000 Call of Duty punten hebben ingelegd. We hebben wel de Poseidon hoofd. Dus hebben we die... Ah, we hebben nog niet de complete set. Jammer. Helaas nog niet de complete set. Maar we hebben wel een nieuw hoofdje erbij, zoals je kan zien hier. Dus het hoofdje is sowieso erbij gekomen. Dan hebben we hiervoor de Tango. Hebben we daar een compleet pakje van? Ja. Hier weer een compleet pakje erbij, zoals je kan zien. En dan hebben wij ook nog eens de Enshared. Hebben we daar een compleet pakje van? Ja, weer een compleet pakje erbij. Hoppatee, deze is al compleet. Er zijn 2 complete pakjes er alweer bij. Let's go. Even kijken, hiervoor hebben wij nieuw. De UK. Volgens mij hebben we daar... Nee, dat is nog geen compleet pakje. Ik kan nog niet het hoofdje erbij namelijk. Dus dat is geen compleet pakje. Hiervoor hebben we helemaal niks. Hiervoor hebben we de Outlaw. Ja, compleet pakje, kijk. Hoppa, dat is compleet pakje nummer 3. Deze is wel bruut. Deze ga ik aan laten staan. Deze vind ik wel vet. Dit is een cowboy pakje. Dat is complete set nummer 3. Dan hebben we hier nog eens een Doomsday. Heb ik daar ook een complete set van? Ja. Weer een complete set. Dat is complete set nummer 4. Deze is ook wel heel bruut hoor. Kijk dat teddybeertje daar achter op zijn rugzak. Deze is ook wel heel bruut. Dat is nummer 4. Hier voor de Warden. Ja, weer een complete setje. Oh, deze is ook wel vet. Dit is een beetje een... Een police kop, robotkop pakje. Dat is complete set nummer 5. Die we vandaag hebben gehaald. En hier verder niks, dat is alles. Dan hebben we 5 complete nieuwe sets gedropt. Alleen helaas zijn al zijn punten op. Zowel CryptoKeys als Call of Duty punten. Dus wanneer de volgende supply erop gaat komen, geen flauw idee. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten. Als je genoten hebt, natuurlijk subscribe en blijven op. Bedankt allemaal voor het kijken, bedankt allemaal voor het support. En hoop ik ook weer. Tot de volgende keer, mensen. Bye bye.